Nou, ik ben benieuwd. We gaan Tracy natuurlijk een paar keer volgen, want ik ben bloednieuwsgierig hoe ze het vindt. Er zijn natuurlijk andere vormen van gevangenschap. Het gaat niet alleen maar om de cel. Maar als ik eerlijk ben, ik had bijvoorbeeld vroeger, toen was ik... Nou, heel lang geleden. Toen durfde ik, ik durfde niet de douchecel uit te komen zonder zo'n randje onder mijn oog te doen. Ken je dat? Dat moest helemaal zwart en dan pas durfde ik eruit te komen. Dus als er een vriendje te vroeg kwam, dan in blinde paniek. En ik heb bijvoorbeeld ook nu nog, hoor, als ik naar bed ga, dan doe ik altijd tandenstoker. Zo eerst helemaal zo voor en dan... En anders kan ik gewoon niet slapen. Heeft er nou iemand iets heel raars dat je denkt, nou ja, het is eigenlijk heel raar, maar ik durf het te vertellen. Deze ene keer dan. Die zijn schoenzolen altijd moet ruiken, of... Wie zit er nou wel eens in een file? Ja, nou hier, zie je wel. Nou, kijk dan, meneer. Ja, ik. Gek van. Ik zie het aan uw gezicht. Ja, daar word je helemaal gek van. In de file. Altijd in de file. Stoppen. En wat doet u dan? Kijken naar andere vrouwen. En dat noemen ze ook een dwangmatigheid? Ja, ja, ja. Dat wordt getrokken. Dat wordt zo getrokken naar je. Het wordt getrokken dat u naar vrouwen kijkt. Ja, ja, ja. Een geinige zin. Ja. Maar hoe vaak zit u in de file? Zeker op een dag. En hoe lang? 5 minuten. Maar het is ook een soort van gevangenschap. En je hebt natuurlijk ook gevangenschap bijvoorbeeld nou, in een relatie. Dat is ook best wel zwaar. Ja, jij bent te jong. Dat je zegt, ja, ik heb het ook jaren gehad met mijn ex. Of heb je al zo'n relatie gehad? Nee. Wil je er een? Nog niet. Je hebt gelijk, want je wordt er gek van. Geloof mij nou maar. Nee, echt waar. Als je klem zit, kan je het beter niet doen. Kun je het je voorstellen? Je zit thuis, je kijkt naar je man en je denkt... De kamer wordt opeens zoveel kleiner. Of word ik nou gek? Nou, dat gevoel, dat bedoel ik. Daar gaat het volgende nummer over. De zon valt door de jaloezieën. Het lijkt een tralies voor het raam. Aan die gestreepte schaduw zie je. Ik zit vast, waarom in hemelsnaam? Ik heb de vrijheid hier te wachten op jouw eerstvolgende appel. En ik ben verzonken in gedachten in mijn vierkamer door zo'n cel. Levenslang zo doodgewoon. Levenslang wacht mij hetzelfde patroon. En ik stik. En ik knik. Hey, hey, hey. Ze noemen dit beton gewapend. Ik zit hier achter dubbel glas. Ik kijk tv voortdurend gapend. Dicht de deur, de muren grijs als as. Kijk, onze tuin is leuk omgeven met zo'n gezellig houten hek. Dat is dan de luchtplaats van mijn leven. Laat me los, ik word hier gek. Dood gewoon, want jij
Connect.